onze gemeente en evangelische gemeinden in Rathenau. Voormalig Oost-Duitsland. En dat ligt ongeveer zo'n 70 kilometer ten westen van Berlijn. Misschien zo'n lampje van branden in 1989. Dat was toch de tijd, ja, inderdaad, van de val van de muur. En ook in die tijd was het haast mode voor een heleboel Nederlandse gemeentes om een partnergemeente in Oost-Duitsland te hebben. En nu is dat eigenlijk nog maar zelden het geval, want die modes waaien over. Meestal gaan wij ver weg naar Afrika, denk aan ons Tanzania en de World Service. Maar ook dit contact hebben wij gelukkig in stand gehouden. En dat maakt het nu juist zo bijzonder. En door de jaren heen, in onze ontmoetingen, hebben we altijd gesprekken gevoerd over ons geloofsleven en over onze manier van een kerk zijn. Elk jaar komen wij elkaar. Het ene jaar gaan wij met een clubje naar Rathenau. Een ander jaar komen zij met een aantal mensen uit de gemeente hier naartoe. En nu zijn zij ook in ons midden. Hoe ziet zo'n weekend eruit? Vrijdagavond zijn zij aangekomen. En dan gaan ze naar een gastgezin naartoe. En zaterdag is eigenlijk de dag waarop wij met elkaar ons geloof beleven. En met thema besproken wat wij ook afgelopen jaar hier in de kerk als thema hadden, namelijk geloof, hoop en liefde. En dat hebben we ook met elkaar besproken als twee gemeenten van Jezus Christus. Maar we doen ook leuke dingen. Zo hebben we de struisvogels in de boerakker bezocht. Had ik ook nog nooit gezien, maar nu is het wel merkwaardig geweest. En nu zijn ze dus hier in de kerk. En straks dan eten we nog met elkaar en dan gaan ze weer helemaal terug naar Rathenau, zo in de Rijnpartijen, waar juist vandaag verkiezingen zijn naar de Rathenau. Dat plaatsje Rathenau, wat mij ook volkomen onbekend was, daar is nogal wat gebeurd ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. We hebben het vaak over het bombardement van Rotterdam, maar 80% van Rathenau is verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zelfs al in de laatste oorlogsdagen werd de Sankt Marien Andreaskirche door brandbommen geraakt en brandde volledig uit. Na de oorlog werd de kerk provisorisch hersteld, zodat het schip gebruikt kon worden, maar de toren was verwoest en het koor een ruïne. Ik heb wat foto's, dat is mooi van deze tijd. Foto's om even te laten zien hoe de kerk eruit zag, zo rond 1990, na die verschrikkelijke brand en verwoesting uit de oorlog. Ziet u de toren? Daar is het grootste deel vanaf. En het koor, daar groeien bomen uit. Dat bestond niet meer. En juist zo rond 1990, toen de wende was geweest, dan zei we willen onze kerk ook weer restaureren. Stel dat voor onze hoeksteen zou achteraf en dan groeit aan een boom uit. En eindelijk in 1996 lukt het om een soort stichting van de grond te krijgen die de kerk ging restaureren. En dan gaan we een hele grote stap maken van deze foto naar de volgende foto naar de situatie van de kerk in Rathenau. Nu. Kijk, het koor is gerestaureerd. Een kapel zit eraan. En kijk naar die toren. Hij is de helft hoger geworden. Begrijp dan dat dat niet vanzelf is gegaan. En door vele inspanning van even zoveel mensen is dat tot stand gekomen. En het is fantastisch ook om dat te mogen zien. Ga naar foto 3, dan zie je ook de binnenkant in. Dat was allemaal puin en allemaal kapot. En kijk eens hoe prachtig de geweldige er nu uitziet, hoe mooi dat is. Volgende foto zien we het koor een beetje donker, maar het gaat ook vooral om de glas- en loodramen die door een kunstenaar fantastisch gemaakt zijn en gerestaureerd. Doe je vooral de naam van Heinz Walter Kamers noemen, met vele andere op zich genomen van die restauratie.
tot stand te brengen. En hij zal straks voor onze schriftlezingen zorgen. De laatste vraag is ook van vorig jaar. Het gaat niet zozeer om mijn persoon, maar wel om te laten zien dat wij daar vorig jaar in die kerk stonden. De kerk die zo verwoest was en nu weer zo gerestaureerd. Naast mij staat mijn collega Rolf Schöne. En dat is zo jammer, want ik had ook graag gewild dat hij hier weer naast mij stond. Net zoals 2 jaar geleden toen hij hier in de dienst aanwezig was en de preek verzorgde en een ander deel van de liturgie. Maar helaas, hij is ziek geworden en niet in ons midden. En dan zien we toch een beetje dat hij hier is. En wij hopen en bidden dat hij gauw weer beter mag zijn. Dankjewel, Bert. Naast de paarskaars, ik weet niet, iedereen kan misschien iets zien, daar staat een andere kaars. En het is een kaars die al jaren in ons bezit is, dat die hebben wij gekregen, ook van de gemeente uiteraard, nou, daar staat een afbeelding van de kerk op. En we willen gewoontegetrouw deze kaars ook in de dienst branden om ook nu te denken aan de gemeente daar ver weg. Die kaars wil ik graag laten aansteken door een jonge dame uit de Ratenau. Maar een jonge dame die in Leeuwarden studeert. Ze spreekt uitstekend Nederlands. En dat was heel handig bijvoorbeeld bij de bezichtiging van Struisvogels. In haar hebben dus letterlijk een brug tussen de gemeente Ratenau en de gemeente hier. Linda, wil jij de kaars aansteken voor ons? Dankjewel. Samen in Jezus Christus. Zullen wij met elkaar bidden? Machtige God en lieve Vader, als uw gemeente zijn wij bijeen. Dankzij onze broers en zussen uit Ratenau mogen wij ons weer bewust zijn hoe bijzonder dat is. Daar en hier komen mensen bijeen om u te danken en geloof te delen. Ja, zoals ook overal op deze wereld mensen bijeenkomen als uw gemeente. In vrijheid of in het geheim, omdat uw kerk vervolgd wordt. Daar willen wij ook u hier en u danken dat u ons zo aan elkaar verbindt. Een band die door niets verbroken kan worden. De band van geloof, hoop en liefde die u geschapen hebt en in Jezus Christus gestalte hebt gegeven. Hij alleen kan alle verschillen overbruggen. Hij geeft ons vrede en vrijheid om elkaar te ontmoeten en samen te delen. Daarom bidden wij om uw Heilige Geest. Laat haar tastbaar aanwezig zijn. Een licht in de nacht, troost voor ons verdriet en pijn, maar vooral bron van uw liefde. Zo bidden wij in de naam van Jezus Christus.